Stichting Projecta heeft in 4 buurten in Paramaribo en Ikeri een pilotproject uitgevoerd. Het doel was de effectiviteit van bewustwordingsactiviteiten voor en door buurtorganisaties te meten. Bij dit onderzoek ging het specifiek om de effectiviteit van bewustwordingsactiviteiten over huiselijk geweld, kindermishandeling en genderrollen. De onderzoeksresultaten zijn vanmorgen gepresenteerd in het Lalaroek-gebouw. Volgens Rachel Groeneveld, projectcoördinator, was het onderzoek van belang omdat het veelal voorkomt dat onderzoeksresultaten niet worden behandeld. Het is belangrijk voor ons om het onderzoek te doen omdat, net als wat is aangegeven, wij als gemeenschapsorganisaties, als maatschappelijke organisaties, dat we activiteiten uitvoeren, maar dat we zelden de tijd nemen om na te gaan wat het effect of wat het resultaat van die activiteiten is. Voor de uitvoering van dit project is er gewerkt met buurtorganisaties in Latour, Pontbuiten, Goede Verwachting en Nikeri. Er werd door de buurtorganisaties aangegeven op welke doelgroep de focus gelegd moest worden. Op die manier bestond het onderzoek uit diversiteit, zegt Groeneveld. De communityorganisaties hebben allemaal hun doelgroepen met wie ze activiteiten doen. En zij hebben dus, en het onderzoek dat we hebben gedaan, hebben we dus met die doelgroepen van die communityorganisaties gedaan. Je hebt bijvoorbeeld Sibylla die aangegeven, hey, ik wil met leerkrachten activiteiten doen. Dus vanuit dat leerkrachten ook opgenomen zijn bij dit onderzoek. Er zijn Bupo heeft aangegeven, ik wil sessies met kinderen doen. Ayoude heeft dat ook gedaan. Sari heeft ook gezegd kinderen. Dus daarom zijn kinderen ook betrokken. Een andere doelgroep, dat zijn volwassenen, mannen en vrouwen. En die zijn op 2 manieren betrokken bij het onderzoek. Aan de ene kant als opvoeder en aan de andere kant als partner in een partnerrelatie. Groeneveld gaf verder te kennen dat het de bedoeling is de onderzoeksresultaten te evalueren. Aan de hand van deze evaluatie kunnen er dan meerdere projecten worden uitgevoerd.